John, een pittige week voor jullie. 3 oefenduels in de week. Te beginnen afgelopen zaterdag in Leeuwarden. Hoe kijk je daarop terug? Ja, niet zo best. Maar die heb je ertussen zitten, zulke wedstrijden. Ik vond dat we, als je de doelpunten terugkijkt, dan zijn het persoonlijke fouten. En daar is het heel moeilijk om dat tegen te werken. Maar ik vond ook voetballend dat we het niet goed deden. Er lagen veel meer kansen om te voetballen. En hebben we daar gelaten, hebben we duidelijk over gesproken. Ik moet eerlijk zeggen, dinsdag heb ik gelijk een antwoord gehad van die jongens. Vond ik een leuke wedstrijd. Ik denk dat we te weinig hebben gescoord. Als je alle kansen terugkijkt, denk ik dat de kansenverhouding 8 of 9 tegen 1 was. Maar je wint die wedstrijd en daar haal je ook weer goede dingen uit. Vandaag speel je tegen een club ook uit de Eredivisie. En dan zie je dat het fysiek nog een tandje hoger moet bij ons. Ja, waar vind je dat je echt stappen ziet, zeg maar, in de selectie nu? Ja, we zijn zeker stapjes aan het zetten. We hebben een manier van spelen die iets anders is dan afgelopen jaar. Waarin je niet altijd de aanvallende ploeg moet zijn, maar waarin je ook verdedigend beter moet staan. Getuigende doelpunten vandaag, hebben we uitgebreid over gesproken. En toch gaat hij erin. Nou ja, dat zijn dingen waar je dan weer mee door kunt. Uiteindelijk een goed resultaat. Ja, als je dinsdagavond kijkt, ja, het enige wat jullie nalaten is om meer te scoren. Maar jullie creëren heel veel kansen. Dat moet tevreden stemmen, denk ik. Ja, daar was ik zeker tevreden over. Heel veel leuke en goede aanvallen. Dus gewoon een goede wedstrijd. Ja, hoe staat de ploeg er fysiek op? Want ja, 3 wedstrijden in de week is natuurlijk niet niks. Nee, maar we hebben daar de eerste 2 weken heel hard getraind. Dat hebben we bewust gedaan. Omdat je in de fysiek ook iets moet winnen. Dat kost inderdaad kracht. Maar ik denk dat je nu de conclusie wel kunt zeggen dat iedereen wel op schema ligt. Ja, vandaag heel veel spelers ook 90 minuten gespeeld. Dat is al vrij snel. Ja, maar we hebben nog 1 wedstrijd hierna. En dan kun je nog 90 minuten spelen en daarna begint de competitie. En die hoeft nog niet 100% te zijn, maar ik vind wel dat je daar naartoe moet werken. Ben je al een beetje met de basiself bezig? Ja, daar ben je dagelijks mee bezig. Daar heb je een trainerstaf voor. Daar praat je mee over. Dan kijk je deze wedstrijden weer terug. En dan ga je conclusies trekken. 2 jonge jongens steken de afgelopen week contract. Stijn en Diego. Daar zijn jullie heel erg tevreden mee, denk ik. Ja, als je ziet wat voor energie die jongens in het elftal liggen. Ja, dan geniet je daarvan. Dus prima jongens. En die... Die is toevoegen aan de selectie. Ja, als je ook Stijn kijkt, links centraal achterin, vult er nu de positie van Justin in. Voor mij is het een vrij rustige jongen en doet hij geen gekke dingen. Nee, dus dat is genieten. We zijn blij dat Justin weer aan het trainen is. Maar hij heeft het erg goed ingevuld. Nu nog 2 weken tot daar de competitie start. Waar liggen bij jullie met name de nadruk op dan? Nou, dat zal het tactische gedeelte. Zullen we nu wat meer gaan werken. De bezetting voor het doel, de opbouw. Er zijn zoveel dingen die we nog kunnen verbeteren. En daar gaan we de komende weken hard aan werken. Top, succes erbij.